Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloedje video. Mijn naam is Mr. Rhino en ik zal wel weten wat jullie zullen zeggen. Rhino, waar de hel ben je gebleven? Nou, daar heb ik wel een goede uitleg voor. Kijk, ik denk dat iedereen het wel weet en dat het onnodig is om te zeggen. Maar de coronapandemie beheerst nog steeds de wereld. En ik zit nu al meer dan 2 maanden thuis door die hele coronapandemie. En voorlopig zal ik ook nog wel even thuis blijven zitten. Aangezien de coronapandemie het nieuws beheerst. En ik eigenlijk de hele dag wat thuis zat, bedacht ik zo van dat het niet heel erg veel zin had om YouTube-video's te maken in die tijd. Maar nu heb ik besloten om even terug te komen van mijn coronapauze om een video voor jullie te maken. Het zit namelijk zo. Gisteravond of zoiets heeft Sony de PlayStation 5 onthuld. En raad eens wat een van de eerste games was die ze hebben onthuld voor de PlayStation 5. Dat klopt. GTA 5. GTA fucking 5. Dit is nu al de derde keer dat ze... Nou ja, dit is in ieder geval de tweede keer dat ze GTA 5 uitbrengen voor een next generation console. Dus ik ga jullie in deze video mijn mening geven over GTA 5 op de PlayStation 5. Ik kan jullie eerlijk zeggen dat ik teleurgesteld ben hierdoor. Hoe lang kan Rockstar GTA 5 nog blijven updaten? De game is nu al ongeveer zo'n 7 jaar uit en zal nu dus 3 console-generaties spannen. Er is slechts zoveel over wat je aan GTA Online kunt toevoegen. Want tegen dit punt is bijna iedere hoek van San Andreas gebruikt voor een soort property in GTA Online. Maar ik kan jullie vertellen dat er één goed ding is dat uit dit hele GTA 5 debakel is gekomen. Hopelijk zal het namelijk een eind maken aan die stomme GTA 6 clickbait die verschillende YouTubers op een dagelijkse basis uitbrengen. Ik betwijfel dat het een eind zal maken aan die GTA 6 clickbait. Maar we kunnen altijd hopen. Maar in ieder geval, net zoals ik heb gezegd, ik ben erg teleurgesteld in Rockstar dat ze GTA 5 opnieuw uitbrengen voor een next generation console. Ik wil gewoon dat ze een nieuwe game uitbrengen. In plaats van steeds GTA 5 uit te melken voor alles dat het waard is. Maar ja,
Zolang Rockstar geld blijft verdienen aan GTA 5 en GTA Online. Wie weet hoe lang ze de game nog zullen blijven updaten. Slechts de tijd zal het vertellen. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer gelijk op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie gauw weer met een nieuwe video. Later!